Maar dus je wil met een goed gevoel aan die play-offs beginnen. Wat zegt een 2-2 tegen VVV jou dan? Nee, ik wilde graag winnen. Ik wilde graag derde of vierde worden. Het enige goede gevoel dat je overhoudt, dat je de laatste 5 minuten nog terugkomt uit de geslagen positie. 2 goede goals maakt, daar hou je nog een beetje een goed gevoel aan over. Maar overal vond ik het heel matig vandaag. Ja, en dan, je zei de eerste helft was ik ook al niet tevreden over, terwijl het toen nog vrij behoorlijk liep. Ja, dat vonden de spelers ook, maar ik vond dat niet. Ik vond het niet in de beleving, niet in de coaching. Ze dachten het op 60% te doen. En inderdaad wel 4-5 kansen. Maar dat kwam ook door de naïviteit van VVV, hoe hun verdedigen, 1-op-1 overal. Ja, als ze dan goed zijn, dan moeten we er zo doorheen lopen, vind ik. Dan hebben we gewoon veel meer kwaliteit. Nou, dus daar vond ik heel matig. Vandaar ook een 3-dubbele wissel in de rust. Nou, eentje was al gepland met Sven. Maar ik vond dat er meer energie in moest. Maar dat was niet echt de tweede helft. Nee, hoe kan dat dan gebeuren? Want ik neem aan dat iedereen weet dat... Ja, dat valt toch, dat is toch gek dat een bepaald stukje spanning wegvalt. Hè, dat het niet echt meer moet. Nou, andere jongens spelen. Dus je hebt niet meer de vaste automatisme op het veld staan. Nou, een aantal jongens kregen de kans vandaag. Nou, die hebben ze niet gepakt. Keeper Pascal Kuiper speelde ook. Hoe kijk je daarop terug? Nou ja, dat is goed voor hem. Bewuste keuze natuurlijk als hij in één keer aan de bak moet. Hij is op dit moment de tweede keeper omdat Bo nog even uitschakeld is. Dus hem voorbereiden op ook de play-offs. Als Stijn onverhoopt niet kan keepen, dan heeft hij in ieder geval West in de benen. Dus dat is fijn voor hem. Wel twee tegengoals, dat is jammer. Maar hij heeft het kunnen beleven. Vanaf maandag wist hij dat hij speelde. Dus hij heeft daar goed kunnen voorbereiden. Dus hij was een degelijke indruk maakte hij vandaag. Ja, nog één competitiewedstrijd. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik moet nog even naar de stand kijken. Dat kan nog steeds. We kunnen niet meer tegen Eindhoven spelen. Maar voor de rest kan het nog steeds alle kanten op. Zowel de periode als de gewone stand. Je kan wel tegen NAC moeten. Week daarna ook weer een paar dagen later. Dus het wordt misschien wel een hele rare wedstrijd. Aan de andere kant moet je wel proberen om te winnen die laatste thuiswedstrijd. Maar ja, ook weer tegen Schorsen met Redeman en Siebe. Dus Thijs die onzeker is, Mats die onzeker is. Dus ja, we missen eventueel nog wel wat, ja.